Goedemiddag. Verbinden maakt sterk. En vandaag hebben we twee bedrijfsbezoeken gepland. Die bedrijven die laten dat ontzettend goed zien. Staatssecretaris Tamara van Ark, die komt speciaal naar Etten-Leur. En die vergezelt ons, de VVD, de fractie van de VVD, om deze bedrijven te bezoeken. En Brabotech heeft samen met TechnoSelect ontzettend leuk, goed opleidingsprogramma ontwikkeld om de tekorten aan metselaars op te lossen. Ze hebben eigenlijk van een probleem een uitdaging gemaakt. Nadat ze hier de werkplaats verlaten, zeker geen voorwaardelijk medewerker in de bouw. Maar we gaan ze dan nog verder helpen en dan komen we straks even op terug. En ik vind dit echt een voorbeeld van iets wat werkt. Ik spreek binnenkort ook met Bouw in Nederland. Ik ben op alle mogelijke manieren ook bezig om te kijken van ja, hoe kunnen we nou goede projecten aan elkaar verbinden, ook als inspiratie laten dienen. Ja, ik krijg hier vandaag wel echt een heel groot stuk inspiratie. Uit die post te halen waar we geld in stoppen, omdat we ze nou helemaal geld moeten geven, waar ze nu geld gaan verdienen. Eigenlijk je win-win-win verhaal. Gaan we nu naar de bouwplaats? Ja, ik ga echt. Ja. Ik zeg ook altijd tegen de jongens, laat je niet opjutten dat één iemand sneller is. Nee. Doe het maar gewoon. Nee. Als je tevreden bent met een laag. Met het eindresultaat wat je hebt gedaan. En denk ik niet goed, druk er maar weer af. Ja. En ga wel verder als je denkt, ja, dus je drukt je niet op. Nee, dat is super. Ja.